De dingen zijn veranderd. Tijdens mijn wandeling vroeg mijn kleindochter: opa, hoe oud ben je? Ik antwoordde: ik ben geboren toen bijna niemand nog een televisie had. Er nog geen euro's bestonden, maar guldens. Er was nog geen centrale verwarming. Een koelkast en een diepvries was er nog niet. Niet overal was elektriciteit. Niemand had een bankpasje. Een GSM-mobieltje bestond ook nog niet. We hadden geen vaatwasser. Ook wasmachines waren er toen nog niet. De was hing gewoon aan de lijn. We gingen elke zondag nog naar de kerk. Elke vrijdag aten we vis van op huis. Onze juffrouw was een non. De melkboer Vreeswijk kwam bij ons aan huis. Ook haalden we soms melk van de boer uit de melkbus. Aardappelen en groenten halen wij op de warenmarkt. Een ijsje kostte toen nog maar 5 cent. Er waren ook bijna nog geen auto's. De bakker ventte met de bakfiets. Er waren ook geen discotheken. Digitale foto's waren er niet. Het kwam op een rolletje en daar moesten we weken op wachten. We werden niet naar school gebracht. Kinderdagverblijven waren er nog niet. Ik moest bij mijn vader in de bakkerij blijven. Een supermarkt was er ook niet, wel een kruidenier. We hadden geen radio, maar een distributieluidspreker met een knop aan de muur met 4 zenders. We hadden nog geen cd of dvd, alleen 45 toerenplaten op een oude pick-up. We hadden nog geen badkamer. We gingen zaterdags in een tel. We kochten snoep voor een stuiver. Aardgas was er ook nog niet. Een sigaar of een sigaret roken kon toen nog. Een toilet had ook niet iedereen. Er waren poepdozen. Hoe oud denk je dat ik ben? Ik kan het zelf al bijna niet geloven. Er is in die 70 jaar heel veel veranderd.